heeft hij wel met jou over Billy gepraat? Niet heel inhoudelijk of. Maar waarom niet? Het enige wat hij eigenlijk, maar het enige wat hij eigenlijk gevraagd heeft is of ik het leuk vond dat ze er was. Ik zei, als ik het niet leuk had gevonden, ik had weinig keus gehad. En dat hij het leuk vindt dat ze er is en dat het dat ze elkaar natuurlijk van buiten kennen. En dat hij het fijn vindt dat, dat zij zijn ook heeft gesproken. Dus eigenlijk dat meer, maar voor de rest helemaal niks. Ja, ik zou ook... Ja, dat soort discussies is natuurlijk ook wel fijn om met Jessie te bespreken. Ja, maar zij heeft dus zo'n gesprek met Ger en dus ook al met Jessie gehad. Jessie vertelt mij daar helemaal niks van. Niet wat er is besproken. Maar wat doet hij ermee? Of wat gaat hij ermee doen? Ja, dat is interessant. Hoe belangrijk is de mening van Billy voor Jessie? Ja, want het eerste wat hij gisteren tegen me zei, toen zei hij van, luister meer, het is ook echt niet dat dit boek is gesloten met een open einde of zo. Hij zegt, dat is echt niet zo. Ik had helemaal niks gezegd, uit zichzelf zei hij dat. Hij zei, ik vind het heel leuk dat ze er is en dat is het eigenlijk. Hey, ik kan wel eens vragen van, hoe belangrijk is Billy voor je en als zij haar mening geeft, wat vind je van haar mening altijd? Ja. Is die heel waardevol voor jou? Dan heb je het nog niet eens over de situatie gehad. Dat kan je gewoon nog niet benoemen. Maar je kan wel eens bij hem peilen van hoe belangrijk de mening van Billy voor hem is. Is Billy een beetje een raadgever of een adviseur voor jou? Zoiets. Ja, die zou ik bij de handen hebben. Ja, ik ben daar echt heel erg benieuwd naar. Je hebt het vandaag druk. Ja. Ik moet even een schemertje van je maken. Ja, ik ben op echt onderzoek uit. Wanneer denk je dat je dat gaat doen? Opvolgplichten. Ik wil eigenlijk even roken, want daar ben ik nu wel aan toe. Mm-hmm. En een peukje doen. Of plassen bedoel ik. 10 minuten. Top, dankjewel. Okay. En moet je Ella Jens. Jens, Jelena. Maar wat moet ik met haar bespreken? Ik weet nooit hoe ik dat moet aanpakken. Nee, maar je hebt nog sowieso niet zo heel veel open gesprekken gehad over Billy. Dat is juist leuk, maar even... Nu is het er al een dag... Bijna, ja, een dag, 24 hours. Ja, precies, 24 hours. Dan is juist even van, joh, wat vind je nu van haar dan? Een beetje... Dat kun je gewoon met iedereen bespreken. Zelfs met Andrea kan ik een gesprek aanknopen hierover. Van, Andrea, wat vind je hier? Ja, tuurlijk. Maar ik heb meer over het gesprek met haar, zeg maar. Oh, met Bill? Ja. Ook gewoon heel open. Wat vind je ervan? Hoe is het? En dan langzamerhand werk je naar de vragen toe. Maar is het dan voor jou niet gek als je mij en Jess bijvoorbeeld in één keer samen ziet? Ja. Want je bent natuurlijk de ex. Je hebt heel veel met Jess meegemaakt. En zie je veel herkenningspunten bijvoorbeeld. Het is niet echt een gesprek wat je in eerste instantie zou denken dat zou Merel met iemand voeren. Maar het is wel leuk, ja. Heel leuk. Ja. Maar dat kan zij toch niet weten? Dat is waar. Het zou kunnen. Nou, dat weet ze echt niet. Nee, oké. Je hebt misschien 3 afleveringen van Utopia gezien, hoor. Nou, die is wel goed op de hoogte, denk ik, hoor. Die is goed geïnformeerd. Ja. Dat. Ja. Door familie en... Ja. Frenny, dat is Merel. Dat is Jessie. Ja. Dat is Gert. Heb ik dat tegen jou gezegd? Ik had gisteren ook een gesprek met Bill. Ik zei van, het is een beetje gevolgd. Ja, heel gesprek, heel echt, ging er helemaal overheen. Wanneer heb je voor het laatst aflevering gekeken? Heel gesprek eromheen en uiteindelijk kwam ze uit bij saamhorigheid. Dan zei ik even terug naar de vraag. Wanneer heb je voor het laatst iets gezien van Utopia? Ja. Of heb je het gevolgd? Ja, niet echt. Oké, top. Weet je eigenlijk dan wel wie we zijn?
Wie zit er allemaal buiten nog? Niemand. Wijnkisten. Van Mariska. Over Mariska gesproken. Ja. Ik ga bed even inwijden. Hoppatee. Ze vindt het niet leuk als iemand op haar bed ligt, meneer Ger. Ja? Dat heb ik gehoord, ja. Weet je wat ze ook niet leuk vond? Nou? Dat ik vanochtend vroeg ze bij me... Hoi, Poes. Zo, het is koud, man. Hé, hey, ik heb vanmorgen even met Billy gesproken. En dat vroeg ik naar het huisje. Oh, yeah. Ja, en dat vond ze geen probleem. Dus ik kijk nog even één nachtje aan. En dan schrik ik hem. Oh, wel goed van je dat je dat hebt gezegd. Nou, ik dacht, ga maar gelijk. Ja. Nou, dat is goed, toch? Ja. Goed gedaan. Ja, thanks. Oh. Ja, maar het zonnetje komt wel eindelijk door. Ja, hè? Ja. Echt fucking moeilijk. Ja. Wil je dat ik je vanavond over hoor of zo? Ja, dat wel even. Echt heel veel. Dan word ik er zo... zo'n downie van, weet je wel. Want ik wil het gewoon graag halen. Wow, nou, tien en miocine. Ja. Flamenten, mondriën, weet ik het allemaal. Wow. Ja. Het zegt me niks, maar... Nee, het is pittig. Ja. Nou, heb ik je vanavond toch. Okay. Waar is als het voorbij is, te leren. Ja. Hoeveel moet je nog? Heel veel. Ja? Kijk, weet je wat het is? Ik kan wel steeds hulp vragen. Maar straks ben ik thuis en dan moet ik het ook alleen doen. Jawel. Maar nu kun je het vragen. Ja, je kan hier lekker gebruik maken van de hulp eerst inderdaad. Ja. Anders had je het in de toekomst alleen moeten gaan doen. Ja. Of met hulp van de mensen thuis. En daar zijn we nog steeds natuurlijk. Ja. Ja. Kijk, de print wordt al goed. Hey. Doet de printer het alweer, jongens? Er is echt bijna niks binnengekomen. Tada! Af, die kant. En de andere kant wordt zwart. Maar het is niet precies het midden. Ik denk. Even kijken. Ben stickman op de afstand kijken. Maar nee, hij is niet in het midden. Ziet zo. Ik ben benieuwd of ze echt allemaal worden verkocht. Ik zeg al, als die van mij wordt verkocht, dan heb ik echt een grote fan. Baby schilderij. Als ik daar die eet op zo'n pens. Ja, daarom heb ik ook zo'n pens, hè? Van de uien. Ja.
Lekker, joh. Oh, hey meid. Hey meisje. Hey meid. Die staan allemaal boven. Jordi, Jens. Nee, hoe heet die? Jesse, Billy, Mariska. Oh, waar is, hoe heet ze dan? Maris? Boven. Ook, met Hiske? Nee, Mariska zei ik. Oh, dag Hiske. Dat was mij in de tent. Dacht ik. Baby. We can all be... Oeh, koud hier zeg. If we... Boy, boy. Kom eens even hier, meisje. Iffy. Hey. Gaat-ie een beetje met jou? Hey, Anna. Hi, schat. Iffy. Kom eens dan, schat. Hey. Hey. Hallo. Hey. Dat past toch niet met z'n tweeën zo, gekkies? Ja, dat gaat niet passen, nee. Dat gaat niet, hè? Nee, dat gaat niet. Hey, hey lieverd. Ja. Hey. Nou, oh, gaan jullie knuffelen? Schatjes. Schatjes. Hé, hey, Annie. Met je mooie glimlach. Lieverd. Even die hokken schoonmaken. Fran? Ja? Heb je zin om te eten? Is er over? Ja, zat. Ja? Ah, fotolijstje zit al vol. Kan ik nog wel op dat paarse bord? Nee, je moet in het fotolijstje moet je een foto. Je moet het voor een ander. Dat is leuk, dat valt op. Maar ik denk wel dat we weer gaan beginnen met roken. Deze is nu nog niet. Achter je. Was ik dan? Nee. Maar waarom nu nog niet dan? Ja, ik wil nog even kijken of ik het nog wat langer vol kan houden. Of het echt zo erg is allemaal. Als het zo doorgaat, dan word ik wel helemaal gek. Vooral ook een jongen, weet je, ik dacht... doe dat eventjes, weet je wel. Dan is een mooie voorbereiding. Ja. Maar ja...
Oh, god. Het is allemaal weer slecht. Oh. Dat het zo heftig kan zijn, hè? Ja, het is echt reet irritant. Ik ben chagrijnig. Ik heb gewoon trek. Of ik wil, moet ik het maar in... Nou. Als het zo doorgaat, dan ga ik wel weer beginnen. Met een ruk aan. Aan mezelf. Maar buiten heb je ook nog wat afleiding. Ja, nou ja, weet je, ik denk dat ik buiten ook was, het klinkt heel stom, maar ik denk dat het voor mij iets makkelijker was geweest. Want het is ook gewoon echt dat momentje in die cel, dat is toch zo lekker. Het zijn allemaal slappe excuses, maar het is echt heel, heel erg lekker. Ik kan ook echt van genieten. Ja, ik denk ook dat je snel weer rookt. Ja, denk je dat ik ook weer snel weer rook? Ja, zeker nu Ze hebben van de week daarop besteld. Nou, op zich niet, want normaal moeten we wel... We schijnen hetzelfde wachtwoord weer hebben. Loopt, maar nu... Ja, volgens mij zijn we er bijna... Dag Roos, je spreekt met Jessie, inwoner van het televisieprogramma Utopia. Ja, volgens mij. Ja, en dat doe jij met Discus aan, Mark. Hallo. Hi, ik heb een vraagje bij. Hoort je me zo beter? Ja, dit is iets beter. Oké, hartstikke goed. Je spreekt met Jessie van het televisieprogramma Utopia. Wij verzenden op dit moment voor onze webshop... Jongens, zouden jullie alsjeblieft... Wij verzenden op dit moment voor onze webshop verzenden we pakketjes via PostNL. En ja, de reden van het telefoontje is eigenlijk gewoon om te kijken of jullie een scherpere prijs aan kunnen bieden. Even kijken. Dus je wil eigenlijk een zakelijk account aanmaken bij ons om pakketten te versturen. Ja, want versturen jullie meer dan 30 pakketten per maand? Ja, veel meer. Hier. Ja, hartstikke goed. Zou je het als dit nog dezelfde is. Nou, heel raar is dat. Was ik leeg? Nee, hij doet het niet. Je weet het Je bent ook zo lang wakker, hè, Bill? Ja. Dus, zullen we nu wel een. We moeten ook nog wisselen, trouwens. Ja. Ik loop wel mee. Nee! Oh, is die leeg? En ik moest Roos hebben. Ja. Wat weet je dan? Wat zijn dit voor leuke kistjes? Dat zijn de eerste kistjes. Zoals die we eigenlijk altijd hebben verkocht. Ja, dat is wel leuk. Dingen met handtekeningen werkt altijd. Ja, hè? Ja. Oh, wat fijn dit. Een sokketje. Ja, ik had het ijskoud net. Ja. Ik vind die bril echt heel leuk. Oh, dank je. Ja, I love it. Dank je wel. Precies, heb ik ook zo'n bril. Ja? Oh, grappig. Ja, denkt u aan het oefenen. Dus. Ja. Ik ben benieuwd naar het hele nummer. Ja, ik vind het echt een leuk nummer. Ja, hè? Ja, ik vind het ook leuk. Ik ben best wel kritisch met muziek. Maar ik vind het beatje en Gerrit heeft ook een goede stem, vind ik. Ja, klopt. Hij doet dat heel leuk. Ja. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Ik vind niet echt rappen wat hij doet of zo, nee, maar... het is een beetje... Ja. Het is zingenachtig en dan wel praten. Ik vind het ook echt... Doet het goed. Ik denk dat ik buiten op me gewoon eens kan klappen. Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wel de bedoeling. Kook, ben er weer. Ben je er weer? Yes. Hallo dan. Ik vind het niet leuk dat je me net een kutwijf noemde. Oh ja. Ik wou zeggen, nee, natuurlijk niet. Maar wij hebben ook nog helemaal niet geklet. Nee. Ik wel even doen. Ja, vind ik daar goed. Daar zit het zonnetje Ja, vind ik een heel goed idee. Oh, zo daar zitten bij de lounge. Ja, vind ik een goed idee. Ik ben wel benieuwd hoe je het allemaal vindt of ervaart. Vooral. Ja. Ik ben wel van de shortcut. Ja. Nee, natuurlijk niet, Dre. Nee, dat sporten is helemaal vanaf, hè? Ja. Oké.
Ja. En vet eten en Red Bull drinken en weet ik veel. Goed. Ik ga echt goed met hem. Ja. Oh, dit is wel heel fijn. Ja, dit is lekker. Oh, dat is wat chill. Hoe vind jij het dat ik er ben? Ja, ik ben heel erg benieuwd naar jou eigenlijk. Ja? Ja, ik heb geen idee wie je bent eigenlijk. Ja, van de verhalen natuurlijk wel. Ja. Maar, nee. Nee, en jij bent wel ook iemand die er open in staat. In? In dat soort ontmoetingen. Dat je gewoon wel interessant vindt en leuk vindt. En, ja, zeker. Dat er geen moeite mee. Nee. Nee, je bent heel sociaal. Ja, 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 ik praat nog tegen een boom. Ja, nee, echt. Ik ben heel sociaal. Ja. Ik lul eigenlijk tegen iedereen. En 9 van 10 keer zeg ik ook wat ik ervan vind of wat ik denk. Ja. Je bent wel een pittig type, vind ik. Ja, zo zien mensen dat, maar ik ben vooral vaak gewoon duidelijk. En dat vinden mensen hier moeilijk. Ja. En loop je daar dan zelf tegenaan? Dat mensen dat niet leuk vinden? Of pas je je dan aan? Of denk je dan van, nee, je dealt het maar mee? Nee, ik pas me niet aan, omdat ik dan mezelf niet meer zou kunnen zijn. Ja. En bij mij, waar ik vandaan kom, zijn we gewoon duidelijk tegen elkaar. En dat is met leuke dingen zo, maar dat is ook met minder leuke dingen zo. Ja. En ik heb hier wel daar gesprekken over gehad. Van, joh, meer moet je niet wat... Ik zie het als er dan omheen draaien. Ja. Snap je? Ik ga niet een gesprek aan om dan te eindigen met maar wat ik nou eigenlijk wou zeggen. Nee, ik kom gewoon gelijk naar je toe. En daarna kunnen we het over leuke dingen hebben. Maar Je zegt gewoon eerst wat je op je hart hebt. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel makkelijk. Ik hou daar wel van. Ik ben ook wel flap uit, maar ik heb ook best wel het hart op de tong, hoor. Ja. En hoe oud ben jij? 26. Ja. Grappig. Ja, ik vind wel, je hebt wel een hele duidelijke mening. En je bent echt een diva, vind ik. Ja? Ja, ik vind je echt een diva. En in welke dingen dan? Je bent een beetje het prinsesje. En je weet wel heel... Je zegt letterlijk, verwend, maar verwaarlozen. Ja. Ja, en dat kom je ook na. Ja. Dus je houdt je ook wel echt aan je woord. Ja, daar ben ik ook wel van trouwens. Daar ben je wel steady in. Ja, zeker, absoluut. Ja. En ik heb gisteren ook met Jess over gehad. Ik denk als je mensen mee wil krijgen, dat je soms daar ook wat milder in kan zijn. Dat mensen dat misschien fijner vinden. Dat betekent niet dat je je mening niet hoeft te geven. Want dat vind ik wel heel goed dat je dat doet. Mm-hmm. Maar ik denk dat als het misschien wat minder met gestrekt been is soms, dat je mensen nog meer met jullie goede gedrag mee kunnen krijgen. Maar heb je een voorbeeld? Dat je denkt, joh, geef eens mee? Of... Nee, niet geef eens mee. Zo bedoel ik dat eigenlijk niet. Het is eigenlijk meer dat ik denk, als je je standpunt hebt... Kan dat heel erg niet denigerend, maar hoe noem je dat nou? Intimiderend overkomen voor andere ideeën. En ik denk dat op het moment dat je misschien iets minder snel je eigen ding daarin zegt, dat iemand anders de ruimte voelt om dat te doen, dat ze de zekerheid krijgen om mee te werken. Niet eens dat het idee heel goed hoeft te zijn, dan kun je dan nog je eigen idee erover gooien. Mm-hmm. Dus dat denk ik dat je bent pittig. Ik denk dat mensen het moeilijk vinden om met jou. Wat ik hoor dan. Ik denk dat ze het lastig vinden om echt te zeggen wat ze vinden. Omdat ze weten dat je verbaal heel sterk bent. Ja. En daar is niks mis mee. Want dat vind ik altijd heel fijn. Maar bij sommigen hebben daar een andere benadering. Ik denk bijvoorbeeld dat Frenny, als ik dat zo zie, die is een schuchter meisje. Weet je wel? Die zou heel snel afschrikken. En als je dat anders benadert, dus misschien wat minder met gestrekt been. Zeg niet dat het niet helemaal hoeft, hoor. Want dat is voor sommigen ook heel goed. Dan denk ik dat mensen de veiligheid voelen om te denken, dan durf ik wel met Merel over te praten. Of, Ja, want met Frenny, dat is eigenlijk wel een heel leuk voorbeeld. We hadden nooit iets met elkaar. Nee? En absoluut niet zelfs. Nee. Want ik omring me ook graag met mensen die een sterke mening hebben. Ja, snap ik heel goed. En ik kan niet heel goed tegen mensen die niet zeggen wat ze willen. Weet je, van oh, kies jij maar. Weet je, dat soort dingen. Oh ja, nee. En toen ging ik bij haar wonen. En toen werden we hartstikke leuke vriendinnen. En toen zei ze van, joh, Meer, ik vond jou zo eng in het begin. Ja. Ze zegt maar, je bent helemaal niet eng. Want ik ben daarnaast, ben ik ook knettergek. En jank ik ook de ogen uit mijn kop hier. Ja. Ja. Weet je? En, het zijn allemaal mensen. Ja, precies. Ja. Dat dus. Ja. Maar, en daar gaat het een beetje mis hier, is dat we elkaar niet goed kennen. Want als je mij goed kent, weet je dat ik een grote bek heb. Maar ik heb zo'n klein hartje. Ik denk dat het gevoeligste ben van iedereen hier. Ja, dat is heel herkenbaar. Dat weet je niet, omdat... Nee. Je kent me niet. Nee. En je, maar ik net zo goed niet. We doen er geen moeite voor om elkaar hier heel goed te kennen. Nee. En dat is wat Frenny nu ook zegt. Van, we hebben hier nog een paar die dan niet tegen mij in durven te gaan. En dat ze ook zegt, ik snap het niet. Nee. Maar
Ja. Nee, maar dat is ook een leerschool voor diegene die dat niet durft te zeggen. Die zou ook gewoon scheid moeten hebben, denk ik. Ik zeg ook tegen Merel wat ik vind. Maar wat jij zegt, en daar sla je echt de spijker op zijn kop. Want dat vind ik heel erg opvallend. Iedereen gaat langs elkaar heen. Ja. En in onze tijd hadden we vragenvuren veel. En veel bij de ton en veel gesprekken. Waar komt dit vandaan, waar komt dat vandaan? Als je elkaar zwaktes kent, weet je ook waar bepaald gedrag vandaan komt. En dan zul je veel meer harmonie krijgen. Dus dat is wel iets wat ik echt... Ja, mis ik wel een beetje. Ja, mis ik ook wel hier, hoor. Vind ik wel jammer. Je hebt echt je eigen groepje. Ja. En we doen er ook absoluut geen moeite voor. Nee, en het is ook heel waardevol. Want je krijgt daar een hele brede mensenkennis van. Wat je in de buitenwereld echt goed kan gebruiken. Want ik heb echt... Bijvoorbeeld Victoria was iemand... Die was best wel heel zweverig. En in het begin zei ik direct tegen haar... Ik wil er niks van weten. Ik ben daar niet van. En, dus ik was daar heel star in. Maar als ik met haar ging praten... Had ze wel heel vaak mooie filosofieën en goede perspectieven. Ik dacht van, hé, daar kan ik heel veel van leren. Dus wat ik eerder buiten uitrangeerde van... Oh, dat zijn zwevers en daar moet ik niks mee te maken hebben. Ja. Ben ik daar nu wel anders naar gaan kijken. Dus het is ook heel waardevol voor hier. Dat vind ik wel grappig. Met Christel ook wel. Ja? Ja? Daar moest ik niks van hebben in het begin. Nee. Ik dacht van, jezus. Ja, zo'n zwevert. Ja, is niet helemaal, ik ben daar veel te nuchter voor. Ja. En toen ik ben hartstikke gaan waarderen. Ja, grappig is dat, hè? Ja, is heel Want dat is de waarde van hier. Dat je met mensen zit waar je normaal voorbij aan gaat. Ja, klopt. Ga je nu gewoon de diepte mee in. Ja. Dat is zo waardevol. Ja. Ook als je op het werk bent of als je moet solliciteren. En je hebt hier 15 verschillende mensen. Dan zit er altijd wel eentje in de buitenwereld die je kan refereren aan wat je hier hebt gehad. Ja, dat is zo'n type. Nou, dan weet ik in ieder geval hoe ik daarop moet reageren. Ja, klopt. Dat is echt heel grappig. Ja, dat is wel heel erg leuk. En dat, want ik vind wel dat je altijd echt gigantisch bezig bent. Daar heb ik echt bewondering voor. Je bent altijd in de weer. Ja, vind ik echt. Dat doe je echt ontzettend goed. En vind ik, daar steek je samen met Jess met kop en schouders bovenuit. Vind ik heel tof. Bedankt. Ja, ik vind het ook een goeie om je zo te presenteren. Want dat valt gewoon op. Ja, het is eigenlijk wel echt wie ik ben. Ik kan ook gewoon lekker chillen, hoor. Mm-hmm. Absoluut waar. Ja. Maar ik werk heel graag. Ja. 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 En dat is het beter verwend dan verwaarloosd. Ja. Dat is zeker mijn motto. Maar ik werk er wel keihard voor. Ja, inderdaad. Ja, dus natuurlijk ben ik een diva, dat weet ik ook van mezelf. Maar ergens, past het je? Ja, nou, het is zelfzekerheid waarschijnlijk. Ja. En wat vind je er dan van, ik heb het ook met anderen besproken, hoor. Wat vind je ervan dat Jens hier vakantie viert? Gaat dat helemaal tegen je principes in? In principe wel, want ik ben hier ook binnengekomen ooit om geld te verdienen en om hard te werken. Ja. Maar ik zit hier nu al zo lang en ik heb dit soort dingen zoveel als hier gebeuren. Dat ik denk, van, ja, tuurlijk kan ik me er druk om maken. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment moet ik het ook maar laten gaan. Ja. Wat ik wel jammer vind, is dat het in al die tijd... Ik zit hier nu volgende week een jaar... Mm-hmm. Dat het wel altijd vanuit dezelfde mensen komt dat er hier geld verdiend wordt. Ja. En dat vind ik heel erg jammer. Ja, snap ik. En zijn er ook gewoon mensen die pertinent geen geld in het laadje brengen? Gewoon echt niet? Of is er wel een soort van... Je moet toch iets... Ik bedoel, je moet ook vreten. Ja, maar dat boeit je niet. Kijk, weet je, toen we hier natuurlijk binnenkwamen... en dat weet jij ook... Mm-hmm. Had je andere zorgen, want je moest overleven. We sliepen buiten... Je moest zorgen dat je zo snel mogelijk geld verdiende om een huisje te kunnen bouwen. Zodat je veilig binnen kon slapen zonder regen. En we moesten eten hebben. En weet je, daar had ik het toevallig net ook met His over. Dat is allemaal voorbij. We hebben hier alles. En als ik denk van joh, ik ga achteroverleunen, vangt een ander het wel weer op voor mij. Ja. Dus er is altijd geld. En er is altijd eten. Je kunt altijd douchen. Ja. Ja, dat is zeker waar. En omdat dus heel veel mensen... Er is bijna niemand meer over van de tijd dat we dus niks hadden. Nee. En daarom weet je ook niet waarom je zou moeten werken. Nee, want ze hebben het niet meegemaakt. Komt je toch aan bij, ja. Maar het is toch bijzonder, want ik noem het elke keer dat voorbeeld. Weet je, Jens zegt, ik ben op vakantie, maar als ik op vakantie ga, moet ik diegene waar ik op vakantie ga wel gewoon betalen. Ja? Ja, of in ieder geval zeggen van, ik kom voor je werken of whatever. Ja. En, ik snap sowieso niet hoe je dat zo vaak zonder schaamte kan uitspreken eigenlijk. Nee, ik ook niet. En nu moet ik zeggen, nu komt hij er in één keer weer mee, maar hij houdt wel vaak de webshop bij. Oké. Hij drukt kleren voor anderen. Dus echt op vakantie is hij niet meer. Nee, oké. Nee. Maar hij zit wel in een vakantiemodus. Weet je, om 10-11 uur uit je bed komen Milène. Idem dito trouwens. Ja, ja, zonde. Ja, heb ik ook, zonde. Ja, heb ik ook met Milène over gehad net. Is het wel de juiste invloed? Sowieso, relaties is hier natuurlijk super ingewikkeld. En daar weet je alles van. Ja.
Kijk, jullie zijn allebei vrij steady en weten heel goed wat je zelf wil. Maar als ik dat bij Milène en Jens zie, dan zie ik Milène achter Jens zo staan. Ja. Dat is zo zonde van haar. Kind heeft alles mee. Nou ja, alles. Precies dat heb ik dus ook tegen haar gezegd. Ja. Van, joh, je kan je echt wel verschuilen achter Jens hier, maar ooit ga je naar buiten. Ik zeg, naar de grote boze mensenwereld. En dan gaan mensen niet voor jou klaarstaan. Of ze wil graag op een bepaalde manier behandeld worden. En vooral door mij, omdat ik in haar ogen heel eng ben. Mm-hmm. En dan zeg maar, wat is nou het ergste wat je kan gebeuren? Ja. Wil je grote bek van me krijgen? Ik zeg, dan geef je hem terug. Ja, inderdaad. En dan hebben we 2 dagen ruzie. Ja. Whatever. Ja, echt. Maar ik heb haar ook echt al zo vaak gezegd, blijf achter je eigen punt staan. Als jij iets vindt, dan vind jij dat. En dan kunnen 14 mensen het niet met je eens zijn. Dat boeit niet. Nee, ben ik het echt met je eens. Dat heb ik net ook gezegd tegen haar. Ja, en toen heb ik ook gezegd, want zij heel vaak heeft zij als Jens iets zegt, dan verschuilt ze zich achter zijn mening, omdat ze dan weet dat ze gebackt wordt. Ja. En ik zei, daar moet je ook mee kappen. Ja. Ja, weet je? Het is haar eigen mening. Het is haar eigen mening. En dat meisje moet sterk worden, is hartstikke onzeker. Ja. Heeft een grote mond uit onzekerheid. Ja. Maar nu, zeker nu, ze heeft hier nog maar 3 maanden. Ja, daarom. En ze moet gewoon sterk worden. En dat kan ze. Ja, dat kan ze zeker. Kan alles, ja, ze die kan echt heel veel. Ja, en dat is het. En willen vallen. Ja. Want als je valt, dan word je sterker. En dat is hier heel vaak gevallen. En dat is natuurlijk vreselijk voor haar. Lag ze weer dagen huilend op bed. En dat is allemaal hartstikke kut. Maar what does it kill you makes you stronger. Ja, ben ik ontzettend mee eens. Daar ben ik echt mee eens. Het is niet leuk en het is ook angstig. Het is onzekere tijd, maar als je wilt groeien, dan is dat er wel voor nodig. Ja, ja, zeker. En wat wil je nog doen de aangekomen 3,5 maand? Zijn er nog doelen die je echt wil? Want je hebt best wel veel bereikt al, hè? Ik heb aardig wat bereikt, dus daar ben ik ook super trots op en dankbaar voor natuurlijk. Ja. Maar ik wil nog wel... Ja, er zijn eigenlijk een paar dingen die ik wil. Ik ben binnengekomen voor vrouwen- en kinderhandel. Okay, dus ik hoop dat Comensa hier wil komen spreken nog voor het afgelopen is. Mm-hmm. Ik wil heel graag mijn presentatieskills nog bijwerken en daar iets mee doen. Ja. Feesten organiseren, want ik ben dol op organiseren en druk zijn en bellen. En daarom help ik Jordi nu ook. Vind ik superleuk dat hij mij daarvoor gevraagd heeft. Ja. Dus dat wil ik nog heel erg graag. Ja. Om 15 maanden halen. Ja. Dat is echt een heel groot doel. Ja. Ja, en Utopia wanneer is... natuurlijk. Ja, dat snap ik. En waarom vind je dat je Utopia zou kunnen winnen? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik, zeker als diva, hoe ik hier word neergezet, best wel heel wat overwonnen heb. Mm-hmm. Meegeholpen heb aan het opbouwen van deze samenleving. Ik ben niet vanaf niks hoor. Nee. Ik ben vanaf de 3e maand volgens mij binnengekomen. Ja. Dus toen hadden we een caravan en 1 huisje. En bij de rest heb ik eigenlijk aan alles bijgedragen. Altijd hard gewerkt. En vooral ook mezelf geweest. Ja, ik heb mezelf nooit anders voorgedaan dan hoe ik ben. Nee. Nee. Is ook niet nodig. Nee. In het begin was ik wel rustiger. En ik heb mezelf hier ook ontwikkeld hoor. Want zoals ik nu ben, was ik in het begin ook echt niet. Dus ik heb hier ook superveel geleerd. En ook over mezelf. Ja. En dat is me nu wel heel erg ten goede gekomen eigenlijk. Ja. En hoe zie je je relatie hier? Is dat een toevoeging geweest of heeft je dat belemmerd? Ik denk een toevoeging in de zin van het leuker maken. Dat heb ik ook altijd wel tegen Jess gezegd. Van, dat is ook waarom het vorige keer fout liep. Van, als we dit echt aangaan met z'n tweeën, dan moet het wel leuker maken. Want anders zie ik het nut er absoluut niet van in. Helemaal eens. Absoluut geen zin in gezeik. Ga hoor, dat is hier binnen al genoeg. Ja. En Utopia is een spel, mm-hmm. maar gevoelens zijn echt. Ja. Naar hen toe in ieder geval. Ja. Dus in die zin is dat dan zeker een toevoeging. Maar het is niet makkelijk. Nee. Maar goed, dat wist hij natuurlijk al met zijn ervaring uiteen. Ja. En heeft hij mij ook altijd voor gewaarschuwd. Ja. En wij elkaar eigenlijk, dat we het ook gewoon absoluut niet wilden. Nee. Maar ja, op een gegeven moment toch een soort van toegegeven, denk ik. Ja. Ja, maar dat zijn gevoelens, denk ik. Ja, ja. Dus dat maakt het heel erg moeilijk. En hoe zie je dat in de toekomst buiten? Ja, geen idee. Nee? Verwacht je daar veel van? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat dat verstandig is. Ja. Geen idee. Ik heb een superleuk leven buiten. En ik heb nu absoluut geen idee hoe dat eruit gaat zien. Nee. Geen idee hoe ik ga reageren op de buitenwereld als ik dadelijk 15 maanden van huis ben geweest. Gek, hè? Ja, ik vind het ook wel een beetje spannend. Ja, dat snap ik heel goed. Ja, ja, lijkt me best wel eng. Ja, er komt veel op je af. Er zijn heel veel prikkels en je denkt echt, what the fuck, wat is het voor enge wereld eigenlijk? Ja, dat lijkt me ook echt. Weet je, hier is je veilige haventje. En, ja, dus dat, ik vind het heel erg eng en heel erg spannend. En, En hoe denk je dat de finale eruit gaat zien? Ja, ik heb echt geen idee. Ik hoop
niet hetzelfde als in één. Nee, hoop ik ook niet. Dat we helemaal één achterna gaan, dat zou ik super jammer vinden. Ja. Maar ik ook wel heel spannend. Ja. Ja. Want dat vind je wel leuk, hè? Spanning. Ja. 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 Dat saai en nee. Nee. En zijn er ook mensen hier waar je absoluut niet mee kan? Absoluut niet. Nee, denk ik niet. Shell en ik hebben wel onze issues. Ja. Maar ja, ik ben hier eigenlijk ook niet gekomen om vrienden te maken. Dus ik denk dat nu gebeurt. Mm-hmm. Maar ja. Ik ben hier eigenlijk echt puur voor mezelf. Mm-hmm. In hoeverre dat me dan in ieder geval gelukt is. Mm-hmm. En dus, waar zit het hem dan in met Shell? Lijken jullie op elkaar of juist helemaal niet? Ik denk het wel. Maar wij praten totaal niet met elkaar. Nee? Nee, absoluut niet. En we hebben heel veel overeenkomsten. Maar dat hebben we vanaf het begin ook al gezegd. Weet je, we hebben echt veel overeenkomsten. Ja. Maar als je die niet bespreekt en benoemt en geen gesprekken met elkaar hebt, dan... Komt daar niks uit? Nee. En daar zou ik geen behoefte aan. Want het is sowieso een Einzelganger, heb ik het idee. Ja, klopt wel hoor. Ja. Dus waar dat misgaat, ik... Nee, maar ja, je hoeft ook niet overal energie natuurlijk in te steken als het niks oplevert. Nee. Dus we hebben wel van de week toen we echt lam waren, hebben we wel erover gesproken en zo. En dan denk ik weer van, we lijken echt hartstikke veel op elkaar. Het zou echt wel goed kunnen klikken tussen ons, maar op een of andere manier op deze plek gebeurt het niet. Nee, en dan is dat ook prima. Ja, zeker waar, zeker waar. Ja, ik vind het wel een leuke groep. Er zit er zit veel in. Alleen er wordt heel weinig mee gedaan. Er zijn er echt een paar, wat jij ook zegt, die gewoon die gas willen geven. En ik zeg altijd, iedereen denkt dat het gas geven geld verdienen is. En dat geld wordt uitgedrukt in succes. Tenminste, dat heb jij wel eens tegen mij gezegd. Geld wordt uitgedrukt in succes. En daar ben ik het niet mee eens. Want ik vind, als je gewoon gas geeft, kan het ook iets anders opleveren dan alleen maar geld. Wat ook een succes kan zijn. En dat vind ik gewoon heel erg zonde. Ik vind het gewoon heel erg zonde dat sommige mensen er niet weten waar ze zitten. Ja, nou klopt. Dat wordt heel snel vergeten. Ja, heel vanzelfsprekend. Terwijl dit is echt een ervaring en een unieke kans. En ja, dat kun je 100 keer tegen mensen zeggen. Maar als dat dan niet wordt opgepakt, dan denk ik, wat doe je hier dan? Waarom ben je dan in godsnaam eerste instantie gekomen? Ja, heb ik toevallig tegen Milene gezegd gisteren. Ja? Ja. 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 Ik ook denk van, zeker nu, 113 dagen, je ligt tot 11 uur op bed. Doe dat thuis, man. Ja, inderdaad. Ga dat hier doen. Nee, snap Maak ik ook er niet. Wat van. En wat zegt zij dan? Ja, ik slaap slecht. Ik zeg, toen zei ik ook, schat, echt, vul het in zoals je zelf wil. Ik zeg, maar het enige wat ik zie, ik zeg dat we bezig zijn met de finale, je nog gewoon 13 dagen hebt en je vergaderingen mist en elke dag tot 11 uur je bed ligt. Ja, is belachelijk. Ik vind het echt belachelijk. Maar ik vroeg vanochtend ook aan de groepen, als er dan groepsactiviteiten zijn, is iedereen er dan? Maar dan zijn er gewoon ook structureel mensen die gewoon zeggen dat ze niet willen of niet kunnen. Ja. Ja. Ik zeg van, maar je hebt toch soms ook gewoon uit fatsoen dingen voor elkaar over. En dan ben je er maar 10 minuten of zo, weet je wel. En die mentaliteit, dat zou iets zijn waar ik je tegenaan kan gaan lopen. Ja. En dan kan ik ook giftig worden. Ja, daar ga je dan echt zeker tegenaan lopen. Moet ik zeggen dat als het erop aankomt... Mm-hmm. Hoe moet ik dat zeggen? Als op een markt bijvoorbeeld of zo, dan staat wel iedereen gewoon zijn best te doen. Ja, dus ook niet. Okay. Het is dus eigenlijk meer met persoonlijke dingen. Ik heb een aantal sprekers over seksueel misbruik uitgenodigd. Mm-hmm. In het kader van vrouwen- en kinderhandel. Mm-hmm. Iedereen weet hoe belangrijk dat voor mij is. Mm-hmm. Dus is iedereen daarbij. Mm-hmm. Adriaan is vegan, die nodigt sprekers uit. Is heel belangrijk voor hem. Dan is iedereen erbij. Ja, oké. Okay. Oh ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En waarom is dat zo belangrijk voor jou? Omdat ik eigenlijk in de wereld een beetje merk dat vrouwen vooral en kinderen als zwakker gezien worden. Mm-hmm. En daar kan ik dus heel giftig van worden, want daar ben ik het absoluut niet mee eens. Nee. En daar heb ik me eigenlijk altijd voor ingezet, thuis al. En toen dacht ik van, als ik naar Utopia ga, heb ik eindelijk een keer de stem die ik al die tijd heb willen hebben. Ja, tof. Dus als ik het ergens kan doen, dan moet ik hier naartoe. Ja, een beetje feminisme. Ja, ergens wel. Ja, maar daar ben je ook wel een type voor. Je bent heel krachtig, vind ik. En dat buit jezelf altijd hartstikke goed uit. Dus ik vind het ook wel bijpassen. Ik hoop dat ik daar nog iets van achter kan laten. Hier. Ja, weet snap ik. Ja. Dat hoop ik echt. Dat is eigenlijk ook wel een heel groot doel. Ja. Ja. En de 113 dagen zijn 3,5 maand. Ja, 3,5 maand nog. Ja. En is het ook de bedoeling dat we alles gaan verkopen en zo? Wordt daar ook een beetje rekening mee gehouden? Nou ja, wat ons betreft wel. Ja. Althans, dan heb ik het over... Jessie, ik, Gerrit. Mm-hmm. Dus wij zien dat wel zo inderdaad. Dat we in de laatste maand of maanden of whatever... In grote uitverkoop. Alles weg. Ja. Dan moet ik buiten slapen op een matras zoals we zijn begonnen. Prima. Ja. 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 Ja, vind ik wel leuk. Ja. Maar het is wel tof dat je ook het begin hebt meegemaakt. Hè? Dat is toch echt wel anders. Dat je weet hoe het is om niks te hebben en dan ook alles te hebben. Want daar zit heel veel in inderdaad wat je zegt. Zeker. En op dat moment is dat allemaal heel erg ellendig. En zeker voor mij. Omdat ik natuurlijk... Ja, ik ben... Ja.
ook best wel luxe. Ja, ik hou hartstikke van luxe. En dat iedereen ook zei van, nou Mirja, ben binnen 4 dagen gillend thuis. Dat had ook eigenlijk gebeurd geweest, ja. Ja, ik dacht echt, haal me hier weg. Wat doe ik hier? Ja. Ja. Dus het is voor mij echt al wel een overwinning en ontwikkeling van mezelf. Dat ik zit hier gewoon al een jaar. Ja, ja, dat is toch tof. Ben ik super trots op. Ja, ja, echt heel trots. En hoe vinden je ouders het fijn, leuk om te zien? Missen ze je? Ja, natuurlijk missen ze je. Ze missen me heel erg. We zijn ook heel hecht thuis. Mm-hmm. En heel, ook met mijn vriendinnen. Mm-hmm. Heel close. Ja. Dus ze hebben me misschien maximaal 2 weken niet gezien ooit. Weet je wel. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel allemaal kleine kindjes ook thuis. En die dachten echt van, nou, die Merel die is voor oud en nieuw is weer thuis. Oh ja, echt? Ja, had ik ook gezegd. Ja. Zei ik, ben voor oud en nieuw weer thuis. Ja. En nu denk ik... Nee. Nee. Leuk. Helemaal nergens naartoe. Heb je broers en zussen? Broertje. Broertje. Ja, van 18. Leuk. Ja, is ook helemaal trots natuurlijk op zijn grappig, hè? Ja, heel leuk. Echt heel leuk om te zien. Ja, snap ik. Leuk. Ik heb een oudere zus en een oudere broer. Ik ben de jongste thuis. Mijn zus, dat is mijn allerbeste vriendin. Oh ja, leuk. Ja, maar wij lijken ook veel op elkaar. En ik ben natuurlijk wel heel lang weg geweest. Ik heb en op Sint Maarten gewoond. En, oh, ook nog? Ja. En ik heb... wanneer heb je dat allemaal gedaan dan? En ik heb tussen het eerste jaar van Utopia en de tweede keer dat ik terugkom, heb ik op Sint Maarten gewoond. Want hoe lang zit daar tussen? 1,5 jaar volgens mij. Okay. Heb ik een jaar op Sint Maarten gewoond. Toen ik net weer terug was, toen... ben ik weer teruggegaan. En wat ging je doen op Simmer? Ja, dat is een beetje een heftig verhaal. Maar dat is... ik was verliefd op iemand. En niet op een... Het was gewoon een Gooise jongen. Maar dat bleek allemaal even anders te zitten. Oh, echt? Dus dat ging niet helemaal goed. Dus toen ben ik weer teruggegaan. En dat was wel heftig. En toen ging ik weer Utopia in. En toen ben ik na die tweede keer naar Utopia... ging Romy en Jamal en die gingen allemaal naar Haarlem. En ik had daarvoor altijd in Amsterdam gewoond. Maar ik wilde niet meer naar Amsterdam. Omdat ik dat te druk vond en te veel en te duur. Dus dacht ik, ga ik ook naar Haarlem. Dus toen ben ik daar gaan wonen. Daar heb ik ook iemand tegengekomen. Die maakte het van de een op de andere dag uit. Dus toen dacht ik, weet je wat het is? Ik ga terug naar mijn familie. Ik ga lekker bij mijn familie wonen. Ik heb die basis nodig, dat fundament waar ik altijd voor gevlucht ben. En ik wil het allemaal zelf doen, weet je wel. Ik heb jullie niet nodig. Ja. En ik heb ze wel heel hard nodig. En, tuurlijk. Ja, en daar ben ik gewoon heel erg achter. En ik wil gewoon lekker mijn leven daar leiden. En ik heb daar ook mijn vriend ontmoet. Die ken ik al 10 jaar. Oh, echt? Ja, die ken ik echt al heel lang. En daar was ik eigenlijk altijd al best wel een beetje gek op. En maar had hij een vriendin, ik een vriendje. Je kent hoe het gaat. En ik weet nog wel in Utopia 1. Hij werkte bij een zaak waar wij altijd broodjes eten. En mijn moeder die kwam met zo'n doos allemaal van die broodjes aan. Van die lekkere broodjes. En toen had hij er al een servetje in gedaan. Met zullen we een keertje wat gaan drinken als je eruit bent. Oh, wat leuk. Dat was superleuk. Maar daar heb ik toen niks mee gedaan. En toen was ik 1,5 maand geleden uit eten. En toen belden we hem op van waar zit je? En toen dachten we van nou, we moeten misschien maar eens een keertje... eventjes de spanning bij ons weghalen. Dus even gewoon een keertje one night stand. Dat was echt het idee. Zo, dan is dat eruit, weet je wel. Dan hoeven we niet meer... hoe hebben we dat gezeik gehad? Ja, dat liep even anders. Dat we allebei hartstikke verliefd. Echt helemaal tot... ja, maar ik wist het. Ik wist de eerste keer dat ik hem zag... dat is helemaal mijn type. Helemaal mijn ding. 10 jaar? Ja. Ja. Jeetje. Ja. Ja, dat heel, heel apart gelopen. En daar woon ik nu mee samen. We zijn echt heel erg gek op elkaar. En gelukkig. En we passen goed bij elkaar. En hij is heel vrij. En hij is een hele ruime geest. En ja, daar ben ik echt heel blij mee. En ik heb alles gewoon op de rit. Dus dat is wel heel chill. Dat is wel heel leuk. Ja. Nou, dan weer hierheen. Dat vond hij wel even een dingetje. Hij vindt het niet zo fijn. Nou, niet fijn, maar hij heeft me graag bij zich. Ja, dus ik hem ook hoor, daar niet van. Maar ja, daar is hij ook heel vrij en open in. Als jij dat wil, moet je dat doen. Hij zegt, ga jij maar lekker je hobby uitvoeren. Ja, echt? Waarom kwam jij dan de tweede keer terug in Utopia? Toen heeft Ruud zijn joker ingezet. Toen hadden we jokers. En dan had je een joker en dan mocht je het publiek vragen om te stemmen... of ze het met die stelling eens waren of oneens. En als het publiek positief stemde, dan ging dat idee door. Okay. Dus zo heeft bijvoorbeeld Kees een keer zijn joker ingezet om ervoor te zorgen dat we hier allemaal alcoholvrij werden. Echt? Ja, dan heeft het publiek iedereen gezegd nee. Iedereen had één joker? Iedereen had één joker. Okay. Dus mocht je één idee bedenken. Oh, wat leuk. Ja, dat was wel heel tof. En Bas heeft het met vegan gedaan. Ik weet niet, volgens mij is dat er wel doorheen gekomen. Ik weet niet helemaal zeker. En Ruud die stelde de vraag, moet Billy terugkomen? En daar reageerde het publiek 75% ja op. En dan gaat het door. Dus toen stond ik er in één keer. Echt? Ja. Oh, wat grappig. Ja. En hoe lang ben jij toen gebleven? 2,5 jaar. 2,5 jaar? Ja. Wow. Ja. 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 Zo, dat is lang. Ja, dat was heel lang. Maar ik had het ook echt naar mijn zin. Ik voelde me goed, ik vond het leuk, ik vond de groep heel erg leuk.
Vooral in het begin was de groep echt met Ramona, Romy, Jessie, Boyd. En daar hebben we ontzettend veel mee gelachen. Dat was gewoon er zat echt heel veel goede chemieën tussen. Dus ja. Dat werkte heel goed. Ook met Vicky, daar was ik ook echt wel heel gek mee. En nou, later kwam Adilia erbij. En Adilia kon ik heel goed mee. Daar heb ik altijd vreselijk om gelachen. Maar dat was wel weer een andere groep. Maar in het begin, zat zo'n vaart in. Het was zo tof. En ook best wel veel... dus we wilden wel hetzelfde. We wilden het wel op andere manieren, maar het einddoel was best wel vaak unaniem. Dat is lekker. En dat was echt wel heel erg leuk. En we probeerden ook echt heel veel. En dat werd soms ook wel... kijk, Jess bijvoorbeeld, die kon heel rigoureus zeggen, de koeien gaan weg. Jess wilde nooit die koeien weg, maar die wilde graag de discussie op gang krijgen van weten we wel wat het allemaal betekent. En dus... ik vond het altijd wel heel erg levendig of zo, ja. Weet je wel. En dan kwam dat gesprek er ook van. En met Romy bijvoorbeeld, Romy was stapel op de koeien. En in één keer werd er gezegd, die koeien worden opgehaald. En die was natuurlijk helemaal in tranen. Ja, dat is een shock effect, weet je. Ik kon het helemaal huilen. En dat flik je me niet. En 3 stemmen voor jou, je weet hoe het gaat. Maar uiteindelijk was het wel zo dat op het einde van het Utopia... dat ze zelf zei van misschien moeten we de koeien wel binnenkort wegdoen. Dus dat probeert hij hier nog steeds, hoor. Ja, hij krijgt het niet voor elkaar hier. Nee. Hij krijgt het echt niet voor elkaar. Nee. En dat ligt echt aan de mensen. Ja. Want er zitten gewoon echt domme mensen hier. Vind ik echt. Ja, daar ben ik heel uitgesproken over. Ja, dat klopt. Vind ik dat echt zonde. Ja, dat ik echt denk, je logische verstand, je mentaliteit, het zijn zulke kleine dingetjes die je kunt veranderen om er eigenlijk best wel veel vaart achter te zetten. En bij wie heb je dat echt, dat je denkt van, nou... ik vind Dylan niet echt een hoogvlieger. Ja. Het is een aardige jongen hoor, ongeacht, maar ik vind geen hoogvlieger. Ik vind Brandon geen hoogvlieger. Bij hun twee heb ik dat vooral. Ook omdat ze, ik vind ze... doelloos. Ja. En dat vind ik gewoon heel moeilijk hier. Maar vind je dat niet bij meerdere mensen? Ik vind het van Milena ook. Maar die is zo onzeker. Kijk, als ik met haar... Dat is al, dat vind ik het vergankelijke of het verneukratieve eraan. Op het moment dat ik met iemand praat en ik weet waar het pijnpunt zit... vind ik het heel moeilijk om daar een oordeel over te geven. Want dat meisje is super onzeker. Die is zo onzeker. Ja. Dan vind ik dat heel moeilijk om dat te beoordelen. Want ik kan me heel goed voorstellen als je onzeker bent... dat je niet sterk in je mening staat. Dat neemt niet weg dat ik dat zonde vind. Dat vind ik niet direct dom. Ik snap je punt. Ja. Nou, waanzin. Hey, de was. Ik was hem al 3 keer vergeten. Ja, ik ook. Ik dacht dat de omkleden van jou veel langer zou duren, Fren. Oh, joh. Dat is ook al gedaan. Oh, joh. Razende Rita ben je ook. Nou hè, Rita. En deze heb je al gedaan? Ja, een soort van. Oh, strijder. Hier, Yves, kom even hier chillen anders. Ja, die chillt hem wel hoor, feest. Hallo. Ja, lekker eruit. Oh, zo hé. Zware armpjes hoor, hé. Yves, heb je nou feest in de tent? Is er feestje? Kijk dan, met z'n tweeën hè. Oh. Jullie krijgen zo je ook terug, hoor. Maak je maar geen zorgen. Yes, jij ook eruit, Luus. Nou, dan gaat ze weer op die berg staan, natuurlijk. Iwi. Yes, Katie, kom maar. Toppers. Grote schoonmaak. Hi-ha, hoi. Hoi, hoppata. Hoppatee, hoppatoe, hoppata. Hey, Ivory, ben je er weer? Jij wilde een emmer water, hè, in dat wok? Ja, lekker. Oké. Ga ik wel verpakken. Kippie, kom eens, schat.
Word jij niet lekker... Kom maar. Zo, ga maar lekker buiten spelen.